Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Harmonie Sint-Cecilia uit Made is op de nieuwe repetitielocatie in Ada Amaral in Made goed van start gegaan. De harmonievereniging gaat op zondag 5 november deelnemen aan een concertwedstrijd in Roermond. De vereniging, waarvan het groot orkest inmiddels wel 65 leden kent, komt op dat concours uit in de derde divisie en speelt een aantal mooie werken als Of Glory and Celebration, A Hero's Tale en Pilatus, Mountains and Dragons. Het doel van het concours is vooral genieten van het samenspelen in een orkest, waarbij de lat nog net iets hoger wordt gelegd. De harmonie houdt op zondag 8 oktober van 10:30 tot 11:30 een voorbereidingsconcert in ontmoetingscentrum De Zonzeel in Hoge Zwaluwe. Hebt u interesse om het concours als supporter bij te wonen? Dat kan natuurlijk. U bent van harte welkom op 5 november in Theater de Oranjerie in Roermond. Op 1 oktober start het grootste historische evenement van Nederland, de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema Eureka. Met ruim 550 activiteiten is er voor iedereen wat te doen in elke provincie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opgraving van bodemschatten in Bergen op Zoom, het Drukkerijmuseum in Etten-Leur, de Vloeiweide bij Breda, of de leerlooierij in Dongen. Een veel groter aanbod vind je op www.maandvandegeschiedenis.nl. De diagnose kanker zet het leven behoorlijk op zijn kop. Dan kan het prettig zijn om een plek te hebben waar je naartoe kunt gaan. Poppies is zo'n centrum voor leven met en na kanker en ondersteunt bij het hervinden en versterken van de kwaliteit van leven. Dit Centrum voor Leven met en na kanker organiseert op zondag 1 oktober een golfdag bij Golfpark De Hanen in Teetrengen. Als je meedoet, steun je mensen uit de regio die leven met en na kanker. Men organiseert een 18-hols wedstrijd en een clinic waaraan ook gasten kunnen deelnemen. Het dagprogramma start om 12 uur en meer informatie kunt u vinden op www.poppiesgolfdag.nl. Even een terugblik op de dag Antoniusabt. Op 16 september vierde Stichting Behoud Antoniusabt in Terheide haar 10-jarig jubileum met een activiteit voor kinderen in de zaal van de Abt, kerk, van 10 tot 12 en een jazzconcert in de middag om 3 uur 's middags. Onlangs vond in Terheide een heuse filmpremière plaats. Er was zelfs een rode loper uitgelegd voor de medewerkers aan deze film en wij konden ze er interviewen. Tijdens I Love Traaien werden de eerste beelden geschoten. Op de kleine gans staan nu ook bordjes met QR-codes. Als u deze scant, kunt u mooie historische beelden zien. Vanaf 29 september ziet u de interviews op de rode loper en de film Verhalen van de Kleine Schans in onze uitzending op tv en op de social media van Omroep Drimmelen. De werkgroep Drimmelen Verbindt trekt eind september en begin oktober de dorpen in om met bewoners te praten over activiteiten, ontmoeting en eenzaamheid.
Iedereen is van harte welkom. Dus heb je behoefte aan een gesprek? Ben je op zoek naar een leuke bezigheid of een nieuwe hobby? Of voel je je wel eens eenzaam? Men is de komende tijd aanwezig bij verschillende activiteiten verspreid door de gemeente. Dus kom dan gezellig langs. De koffie en wat lekkers staan voor je klaar. De activiteiten kunt u vinden op de evenementenkalender via wijzijndrimmelen.nl. De eindstand van de jaarlijkse Jantje Betoncollectie is inmiddels bekend. Ook in onze gemeente is in het voorjaar flink gecollecteerd door diverse scholen en de scouting. Jong en Oud heeft in één maand ruim 1,25 miljoen euro opgehaald. Dit geld wordt gebruikt voor het opzetten en opknappen van speeltuinen. Daarnaast wordt het door de jeugdclubs en verenigingen ingezet voor bijvoorbeeld zomerkampen of extra speelmateriaal. Woensdag 13 september werd de startbouw van 9 mezzanettenwoningen gevierd. Samen met de toekomstige bewoners werd het startsein gegeven. Breda Bouw BV-directeur Kees Kwaaitaal en wethouder Tin Sinons lanceerden samen het confetti-kanon. Tussen de bouwstenen in mochten de nieuwe bewoners alvast symbolisch over de drempel stappen van hun huis. Een leuk gegeven is dat in deze woningen allemaal mensen uit Made of Drimmelen gaan wonen. In oktober start de zoektocht naar een tijdelijke, veilige woonomgeving voor asielzoekers. De gemeente organiseert 3 inwonersavonden om criteria op te halen waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen. U kunt zich aanmelden voor een van onderstaande avonden. Maandag 2 oktober in de Zonzeel in Hoge Zwaluwe. Woensdag 4 oktober in de Gouden Leeuw in Terheide. En maandag 9 oktober in het Trefpunt in Made. Alle avonden beginnen om 7 uur. Vanaf 6:45 staat de deur open voor een kop koffie of thee. Wilt u meedenken en meedoen? Stuur een e-mail naar asiel@drimmelen.nl en geef aan op welke avond u aanwezig bent. Ook als u vragen heeft, kunt u deze stellen via dit mailadres. De gemeente overweegt om oud papier en karton niet meer los in te zamelen, maar via papiercontainers. Deze containers zijn net zo groot als die van het restafval, 240 liter. Men ziet veel voordelen aan de inzet van papiercontainers. Maar om een goed besluit te kunnen nemen, is de gemeente ook benieuwd hoe u erover denkt. Men heeft hiervoor een korte vragenlijst gemaakt. De vragenlijst bestaat uit 2 vragen. Dat helpt de gemeente bij de keuze. U kunt de vragenlijst van 18 september tot en met 1 oktober 2023 digitaal invullen via wijzijndrimmelen.nl. Of op papier natuurlijk bij het gemeentehuis Park 1 in Made. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!